Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe energie-update. De energie van 3 juni tot en met 9 juni. Er zullen 2 aparte readingen nog online gaan komen, omdat in deze week ook de 6-6 Engelenpoort actief zal zijn. En op dezelfde dag hebben we ook nog de nieuwe maan in tweeling staan. Dus we gaan vandaag kijken naar de algemene energie van komende week. En dan zullen er nog 2 video's online komen die ingetapt zijn op de 6-6 Engelenpoort. En 1 video voor de nieuwe maan. Zodat we ook daar nog even dieper op in kunnen tappen wat er nog naar voren mag komen in deze extra energieweek. Of ja, extra, het is geen extra, maar een intensere energieweek. We gaan gewoon lekker beginnen. Wees welkom mocht je nieuw zijn. Kijk even of dat een reading met je resoneert. En neem alleen het deel mee wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. En we beginnen als eerste met deze 2 kaartjes. We hebben de Koala Spirit. Spirit has a plan. Dus Spirit heeft een plan. En we hebben de Uil Spirit. You see clearly now. Je ziet het helder. Heel mooi. 2 krachtige kaarten voel ik al, hè? Wat ik al zei, want het is een intense week. Dus dat zal nog wel meer in, het, in de kaarten naar voren gaan komen. Wat mogen we weten voor deze algemene energie-update van 3 juni tot 9 juni? We krijgen ook de Thinking Man erbij. Kaart 46 maakt 10. 10 staat ook weer voor die voltooiing. Maar het voelt voor mij ook wel een beetje als kristallen bewustzijn die daaraan gekoppeld zit. Onderkant dek krijgen we deze prachtige kaart. Adjacent possibilities. Je snapt wat ik bedoel. Heel veel mogelijkheden kunnen er komen. Nieuwe poorten die geopend gaan worden. Maar ook sommige zullen als valkuil dienen. Waarbij je dus echt goed mag nagaan denken. En denken vanuit je spiritueel hart dan. Hè? Dus niet echt vanuit je hoofd. Maar ga voelen wat je daarmee kunt. Wat de mogelijkheden zijn. Wat de intenties erachter zijn. We krijgen naast de Thinking Man. Krijgen we ook Man Holding a Coin. En Hostilities. Oké, waarom krijgen we dit erbij? We gaan dus gelijk even verder de verklaring doen met de tarot. Ik pak er even een dek bij. We krijgen hier 3 mannen. Eentje in het denken, eentje in de stabiliteit en de financiële middelen. En de andere in een bepaalde vijandige positie. Dus we gaan eerst even dit stukje uitzuiveren en verklaren. Heel apart. We krijgen bij de Man Holding a Coin krijgen we ook de Koning van Munten. Dus eigenlijk is dit al de kaart die ik daar meestal mee associeer. En dit komt dan ook nog duidelijk naar voren. En we krijgen de doodkaart. Oké. Voor sommigen van jullie kan het zo te maken hebben dat jij best wel een periode vast hebt gezeten in een verbinding of een situatie waarin iemand aan jou aan het trekken was wat niet zuiver was. Hier komen mannen in voor. Wil totaal niet zeggen dat je met een man te maken hebt, maar wel in een mannelijkere energie. Dus het kan ook een vrouw zijn. Voel zelf even in welke tijdlijn jij zit. We krijgen hier namelijk 3 personen door. Je kunt met 3 personen te maken hebben, maar het kan ook zijn dat deze 3 personen in 1 persoon actief zijn. Dat de 3 stroomlijnen van 1 persoon zijn. Wel ervaar ik dat het voor meeste mensen dat je te maken kunt hebben met 3 personen. Eentje die een stabiliteit kan geven, eentje waarmee jij een nieuwe start zou kunnen maken. En ik zeg nieuwe start omdat iemand waarmee jij verbindt erover na aan het denken is om jou die nieuwe aanbieding te doen, wat een nieuwe stroming met zich mee kan brengen. Eentje valt al af. Dan ga jij, dit gaat beëindigd worden. Het voelt voor mij dat voor sommigen dit al beëindigd is. Als dit nog niet zo is, zal dit recentelijk gaan gebeuren. Of gaat het binnenkort gebeuren. Het is een beetje een wirwar aan informatie wat ik krijg.
Dus dat kan ook, ja, ik tap natuurlijk in op de energie van komende week. Maar dat kan natuurlijk ook met de energiepoorten te maken hebben. Hè? Daar, die video's moet ik nog opnemen. Dus ik weet niet exact wat er op die dagen nog gaat komen. Maar we gaan eens even kijken. We zien competitie, we zien vastzittende patronen doorbreken, het stukje verlaten. Om vervolgens weer in de volle glorie te mogen ontvangen. Ik vouw hem open. Oh, waar zit hij nou? Zo, ik zag hem zo. De maankaart en de duivel. Maankaart samen met de duivel. Interpreteert voor mij dat er toch best wel wat ego-elementen naar voren kunnen komen. Wat hier bij deze persoon naar voren komt. Maar je hebt zo ver heb je eigen al ontwikkeld dat jij niet meer vast wil zitten in bepaalde patronen. En als je nog wel vast zit in dit patroon, dan kun jij de stappen zetten om eruit te komen. Dit is jouw eindstation. Dit is waar het naartoe mag gaan. Maar we gaan eens even verder op die drie mannen, hè? Of drie energiestromen wat we hier zien. Of dat het samen één energiestroom is. Dat iemand die niet zuiver is wel met jou wil connecten om met jou iets nieuws stabiel op te gaan bouwen. Maar voor mij, wat ik al zei, hè, voelt het dat het met drie stromingen te maken heeft. Eentje ontdoe jij uit jouw systeem door eruit te ontsnappen. Voor sommigen echt ontsnappen, voor sommigen is het echt een keuze die jij expliciet kan maken vanuit de positieve inzicht. Nu voel ik ook een bepaalde stroming. Ik heb pas een reading opgenomen en ik weet absoluut echt niet meer welke dat was. Maar toen voelde het voor mij als narcistische trekjes waar iemand mee te maken heeft. En dat voel ik hier. Ook jaloersiteit speelt daar een onderdeel in. Dus dat kan wel deze week een beetje op gaan poppen. Oké, maar we gaan eens even met een ander deck verder. Want welk deck mag ik even oppakken? Ze zeggen, pak deze ook maar eens bij. Dan gaan we dat ook even doen. Oké. Wat mogen we weten bij de Thinking Man? Oké, deze man probeert echt met jou in contact te komen. Die is ook echt bezig met dingen vast te leggen. Het kan zijn dat met de persoon waar jij mee te maken hebt, een nostalgische verbinding hebt. Dus het hoeft niet op romantisch vlak te zijn. Het kan ook zijn dat jij weer contact krijgt met een oud oom. Of met je opa of je oma. Of misschien je eigen kinderen. Ik voel namelijk dat er wel in het energetisch veld via diamantenbewustzijn weer iets gecreëerd gaat worden. Dus het hoeft echt niet op het romantische stuk te zijn. Iemand die weer in contact wil komen om nieuwe een nieuw boek, een hoofdstuk te kunnen gaan schrijven met jou. Oké, wat mogen we weten over de man holding a coin? Twin flame, the one. Dus de persoon waarmee jij de stabiliteit mee zou kunnen krijgen, ligt hier ook. Dus in het energetisch veld kan er dus wel iemand weer even naar de oppervlakte gaan komen in het aardse stukje om jou in te laten zien waarmee jij te maken hebt. En met de hostilities krijgen we anxiety. Die panic en scared. Dus angsten die kunnen overroelen. Ik vind dit een hele zware energie. Dat is de energie waar dit aan gekoppeld zit. Dus sommigen kunnen ergens uit gaan stappen. Waar vervolgens die mogelijkheden weer gaan komen. Vrij gaan komen om weer te kunnen contacten met een ander. Dus mocht jij recentelijk uit een verbinding zijn gestapt wat niet voor jou bestemd is. Dan kan dit dus ook verlost worden. Kan dit die karmische koord eigenlijk uit beeld worden getrokken en door worden gebroken. Verder is er dus iemand die, het voelt als mannelijke energie. Het kan dus je kind zijn, je opa, maar ook wel je oma of oud-oom of wat dan ook. Iemand wil dus een nieuw hoofdstuk met jou gaan schrijven, wat een eerlijk nieuw begin ook mogelijk maakt. Voelt niet op romantisch vlak voor het grootste gedeelte van de kijkers op dit moment. Plus we krijgen hier de twin flame. Dus ik ga even hierop door. Ik vind dit wel even interessant om op door te gaan. Die twin flame, wat mogen we daarover weten? Die koning van munten. Waarom komt de vier van staven op kop?
Oké. Onderkant dek de aas van bekers. Als je voorbij de illusie gaat kijken, voorbij het pijnstuk, zul je inzien dat je succesvol kunt zijn, ook op romantisch vlak. Dus er is een ontkoppeling nodig om deze blokkering te ontkoppelen, om vervolgens jouw twin flame naar jou toe te kunnen trekken. Nu zal het niet zijn dat iedereen met een twin flame te maken heeft, maar het kan ook zijn dat het een diepere zielsverbinding is, waarmee jij eerder niet in contact kon komen, omdat er gewoon nog geen voltooiing was op dit vlak. Nu kan het ook zijn dat jullie wel al met elkaar in contact zijn geweest, maar dat er gewoon op dit moment geen contact is, dan kan dit contact er wel weer gaan komen als jij inziet dat er eerst hier een bepaald persoon ontkoppeld dient te worden, waardoor jouw hartchakra geblokkeerd is of nog een pijnstuk bevat. En als dit pijnstuk aangekeken gaat worden, dan kun jij succesvol zijn om ook weer ware liefde te kunnen ontvangen. En dit wil totaal niet zeggen dat als jij in een relatie zit, dat dit niet jouw stuk kan zijn, want het kan ten alle tijde jou ook overkomen dat als je al in een relatie zit, dat je alsnog jouw twin flame tegen gaat komen of weer op je pad krijgt. Als je er nog niet bekend mee bent, dan kan dit dus nog gaan gebeuren. Ben je er wel al bekend mee, dan kan het zijn dat deze persoon of jij weer contact met elkaar op gaat nemen. Maar we gaan eens even verder kijken. Wat mogen we er nog meer aan toevoegen? Een korte tijdlijn nog op deze reading. Communicatie gaat er dus wel komen. En dit is vanuit het hogere goed aangestuurd. Dus echt vanuit jouw gidsen, jouw engelen, het universele energiestukken. Hoe jij het ook wil noemen. God, geef het een naampje. Alles is universeel bepaald. En volgens de divine timing kan dit dan ook gaan stromen. En dan zul je ook merken dat er toch weer een nieuwe emotionele band opgebouwd kan gaan worden of gaat ontstaan. Want die emotionele band is al eerder geweest in een vorig leven of vorige levens. En mag in dit leven dus ook weer de lessen eruit halen en die samenkomst creëren. Maar dat kan alleen als jij een bepaalde afsluiting hebt gedaan van bepaalde processen die daar nog voor staan. Om dus ook het ware geluk weer te mogen opbouwen. Blijf vooral vertrouwen houden aan jouw innerlijke stem. En ga niet vanuit ego of bepaalde illusies handelen. Want dit is jouw valkuil de komende periode. We krijgen twee keer de duivel al. We zien hier ook al wat intensiteit. We hebben twee keer de doodkaart hier al op tafel liggen. Dus het heeft er wel mee te maken dat er een bepaalde afsluiting ook met deze engelenpoort en energie van de maan met zich mee gaat brengen. We krijgen hierbij de aas van bekers. Hier hebben we ook al de aas van bekers. Dus dubbele bevestigingen dat het wel mogelijk is om het hoogst haalbare weer te mogen ontvangen. Dat stukje ware geluk, die intensiteit echt op romantisch vlak, maar ook gewoon in het connecten op liefdesvlak waar geen romantiek mee te maken heeft. Want het is niet altijd zo dat iets stabiels opgebouwd hoeft te worden en dat het alleen maar mogelijk is op het romantische vlak. In combinatie met de twin flame is dat wel op het romantische stuk geanticipeerd. Maar als we dan gaan kijken naar een zielsverbinding, kan dit ook op platonische facetten voortgezet worden. We krijgen daarbij de koningin van munten. We hebben hier de koning van munten. Dus ik leg hem er even bij. Dat is toch het powerkoppeltje, de stabiliteit, bepaalde kennis en samenkomst die mogelijk zijn. Hè? Die divine counterpartner die hier op tafel ligt, is dus wel mogelijk en kan dus in het energetisch veld de komende week geactiveerd gaan worden en ook in zicht gaan komen. Wat ik al zeg, hè, iedereen bewandelt zijn pad op zijn eigen tijdlijn. Dus het kan zijn dat jij misschien de komende weken in zicht gaat krijgen. Dat deze persoon ook echt in het aardse stukje kan connecten met jou. Maar het kan ook zijn dat dit pas later gaat gebeuren, maar dat het nu balletje begint te rollen. Dat heeft er vooral mee te maken of die blokkerende energie al weg is, ja of nee, dit stukje.
Maar ook hier hebben we, onderkant dek zeggen ze, 10 van munten. Krijgen we weer dubbel. Hè? Dus we krijgen echt dubbele bevestigingen op bevestiging. Dat er hier een diepe connectie ligt. Dat de mogelijkheden er zijn. Dat het illusiestukje en het toxische eerst ontkoppeld dient te worden. Voordat je dus ook die connectie in een hogere facet aan kunt gaan. Maar we gaan nog even kijken of dat ik hier nog iets op door mag krijgen. Het stukje... Ja, contact krijgen weer met iemand uit het verleden. Iemand die langer uit beeld is geweest. Waar je veel pijn en verdriet van hebt gehad. Maar die wel een nieuwe handreiking aan wil gaan bieden. Om weer een nieuwe start te gaan maken. En wat ik al zei, hè, dat kan in vriendschap zijn. Dat kan in het familiaire stukje zijn. Het voelt voor mij niet op het romantische stukje, maar wel vanuit liefdevolle energie. Deze persoon heeft nieuwe inzichten gekregen wat er is gebeurd en wil echt weer die samenkomst met jou aangaan. Het kan ook zijn dat deze persoon weer in beeld gaat komen op het moment als jij ergens op uit bent of onder de mensen bent, het leven aan het vieren bent of je hebt een feest. Het kan een huwelijk zijn en dat je dan weer iemand tegen gaat komen, waardoor je dus weer langzaam die band gaat herstellen. En dit is dan wel in de juiste stroming en daar is dan de tijd ook mooi voor om dit te omarmen. En dat ben jij, maar ook de ander op dat moment klaar voor. Innerlijk heb je altijd er al voor opengestaan, maar als de andere persoon nog niet klaar was om deze verbinding opnieuw te herstellen, dan is dat een moment daar gewoon nog niet voor geweest. Als dit gaat ontstaan de komende periode, weet dan dat het ook in de juiste hoge frequentie is en dat dit ook zeker kans van slagen heeft om deze verbinding gewoon in de volle stand ook weer vooruit te kunnen zetten en ook te behouden, waardoor er niet weer een afscheid genomen hoeft te worden in deze verbinding. En wat ik al zei, dit voelt niet op het romantische vlak, wat hier ligt wel. Dus er gaat heel veel in het energetisch veld veranderen de komende periode. En dat kan dus geactiveerd worden komende week. Misschien wellicht dat het bij jou al geactiveerd is al eerder voordat ik deze reading opneem. Voel gewoon welke tijdlijn jij zit. En laat het, eigenlijk alleen het deel gelden voor jou wat je op dit moment ook voelt van oké, dit is nu voor mij bestemd. Laat de rest lekker los. Kijk anders gewoon later op een later moment de video nog even terug. Als jij een nieuwe verschuiving in je leven of energietijdlijntje hebt. En dan zul je merken dat het misschien wellicht beter nog bij je aansluit. Of dat je herkenning vindt in deze reading. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. En dan wil ik jullie een hele mooie week toewensen. En tot de volgende video. Doei doei!